Hallo allemaal, ik ben weer terug op mijn YouTube-kanaal. Ja, nieuw jaar dacht ik, nieuwe kansen. Ik ga mijn kanaal iets anders inzetten. Het was daarvoor eigenlijk alleen horror games, maar ik wil nou iets gevarieerder. Dus ik begin vandaag met Planet Zoo. Woehoe, je eigen leuke dierentuininrichter. Wie wil dat nou niet? Ik kijk er in ieder geval behoorlijk naar uit. Ik heb alleen nog de tutorials gespeeld. Daar heb ik ze nog niet allemaal van gedaan. Want er zijn er nogal wat. Kijk, zoals je kunt zien, dit heb ik allemaal gedaan. En er zijn er dus nog 5. Ik wou vandaag beginnen met de sandbox modus. Daar ben je dus onbeperkt met geld. En je hebt heel veel land, zoals ik al heb gezien. We beginnen met een Afrikaans tintje. Hoe gaat het heten? Nou, noem eens wat. Simba World. Omdat leeuwen mijn lievelingsdieren zijn, dus er komen waarschijnlijk een heleboel leeuwen. Maar laten we beginnen met wat paarden. Dat is wel mooi. Dan hebben we de basis in ieder geval staan. Eens even kijken. Een natuurlijk pad. Dat lijkt me wel mooi. Breedte. Nou, we beginnen maar even met een superbreed pad. Nou, ik kan het zeggen, het heeft helemaal geen kleur. Maar je ziet het wel een beetje. Kan ik ook een groot plein maken? Dat kan zeker niet. Nee, het hoort een beetje in een misvormd rondje. Maar ja, het gaat om de natuurlijke sfeer. We willen het een beetje natuurlijk houden. Een soort Afrika natuurpark safari. Zal ik er hier nog? Nee. Geen pad langs. Eens even kijken. We gaan dwars door deze boom. Ik ga gewoon wat paden maken. En dan zien we straks wel wat we daaraan gaan hangen. Dus we willen het graag van alle kanten bekijken. En we moeten natuurlijk personeelsgebouwen maken. Een beetje achter de bossen. Je wilt er natuurlijk niet te veel van zien. Dat breekt een beetje de sfeer natuurlijk. Nature. Nature World. Dat was ook wel een goede titel. Nature World. Ah, te laat. Wat jammer. Ik ga in ieder geval een vet groot hok maken. Daar plant ik dan allemaal zebra's en gazelles in. En het schijnt dus ook dat je daar met een soort safari-auto doorheen kan. Dat heb ik nog niet eerder gezien of gemaakt. Wat is er aan de hand? Je hebt een personeelsgebouw nodig. We gaan alvast even wat mannetjes erin zetten. Zo, ik zet ze allemaal gewoon even prachtig creatief neer. Not. Ja hoor. Nou, mooi, symmetrisch, of niet dan? Nou, we hebben in ieder geval van elk mannetje hebben we er één. Ik wou hier faciliteiten neerzetten. En ik had ook nog wat dingetjes gedownload. Je kan dus ook blueprints downloaden. Dat zijn dan gebouwen en voorwerpen, zeg maar, die andere mensen hebben gemaakt. Er zitten echt hele coole dingen tussen, dus dat is wel even een aanrader. Afrikaanse herkomst. Ik heb nog niet eerder in gekeken wat ik allemaal heb gedownload. Schijnbaar had ik dit gedownload. Dit vind ik wel een mooie openingspoort. Ja, past er helemaal bij. New World Shop Shell Space for 4 shops on each side. 2 toilets on the sides. Niet heel erg onbelangrijk. Wauw. Oh, is dat helemaal scheef? Dat kan niet. Alles staat hier scheef, maar goed. Oh, ik krijg dat niet meer recht. Oh. Too bad. Maar er zitten dus nog geen winkels in. Wel een wc.
Kijk dan. What? Zo mooi. Zo. Waarvoor is dat gras nou niet weggegaan? Steekt gewoon gras door mijn pad. Ligt dat misschien aan het pad dat ik heb gekozen? Ik wou ook helemaal niet dit pad. Kan ik dit nog weghalen? Ik kan een zandweggetje. Bezoekersfaciliteiten. Een lekkere slushpuppy. Hoedjes, drinken, hotdogs. Oh, dat heb ik dus altijd wel met dit spel. Het is heel lastig om het op de goede hoogte neer te zetten. Je kan niet even op een knopje drukken en plop, het staat op de goede hoogte. Tenminste, niet dat ik weet. In principe kan die zo. Krijgt er ook gelijk een verkoper bij. Zo? No! What are you doing? Ik wil hem graag hier. Oh, nou heb ik er 2 of 3 op het dak. Zoals je ziet, sommige dingen werken nog niet helemaal lekker. Please, please, please. Yes! Huh? Oh, ik denk al staat er nou weer eentje op het dak. Dat zou toch heel erg zijn. Check. Looney Bloons. Wc hebben we. Oké, dan. We hebben de linkerkant ingedeeld. Ik had hem trouwens iets naar die kant gezet. Ik snap niet zo goed waarom. Oh, shit. Het hoort niet bij de groep blijkbaar. Die mensen zijn straks al hun geld al kwijt hier aan het begin. Dat is vervelend nou voor ze. Even kijken, we moeten nog meer ijsjes. Hoe warm is het hier? 42 graden. What? Dan willen ze zeker wel ijsjes. Er staat iemand op het dak hier. Oh nee. Oh shit, ik gooi hem weg. Oh. Zoveel werk aan gehad. Ik heb hem toch even verplaatst, het leuke winkelcentrum. Alleen, het ging niet helemaal lekker met winkeltjes. Want ik heb nou de wereld aan personeel hier. Zonder werk. Die krijg je er blijkbaar gratis bij als je een kraampje maakt. Wat het gevolg is dat ze in de weg staan van deze ruimtes. Waardoor ik hier geen kraampje meer kan bouwen. En om een of andere reden kan ik niet mijn mooie natuurlijke pad hier plaatsen. Gaat hij daar een soort asfaltweg van maken. Oeh, frietjes. Dat had ik eerder moeten zien. Ik hou van frietjes. Mag ik nou ook gewoon mijn eigen soort pad kiezen? Of is het nog steeds zo vaag? Nou, het begint al meer op een pleintje te lijken zo. Hier had ik het personeel geregeld. Oh ja, je moet natuurlijk een dierenarts voor als de diertjes ziek worden. Kijk nou, nog een jeep erbij ook. Deze heb ik dus ook gedownload. Het is niet de standaard. Standaard is gewoon een vierkant hokje. Deze heeft gewoon jeeps. Kijk dan wat mooi. Wow, dierenarts handelscentrum. Personeelsgebouw. Kunnen ze even lekker chillen. Hoppakee, we kunnen lekker kijken wat we allemaal in aanbieding hebben. Aardvarkens, bisons. Oh, rode panda's, die vind ik zo leuk. Lions. Ik weet alleen niet of dit groot genoeg is. Laten we even kijken bij Zoopedia. Voor al uw vragen. Staat dus weer bij elk verschillend dier die je dan kan kopen, staat er dus ook weer helemaal een karakter bij. Het gaat echt zo diep, dit spel. Even een kopje thee. De brul van een volwassen mannetje kan tot een afstand van wel 8 kilometer worden gehoord. Zo, dat is niet mis.
Verblijfsvereisten. 705 vierkante meter. Moet er dus een onbeklimbaar wandje. Laten we dat maar doen dan. Ik wil hier eigenlijk mijn safaripark maken. Maar ik denk dat dit niet groot genoeg is. Dan hebben we een mooie eyecatcher. Ik ben er nog maar net en ik ben nu al helemaal overdonderd door al het moois. 2 meter, dat lijkt me niet genoeg. Mijn kat kan nog hoger springen dan dat. Laat ik het een beetje omhoog plaatsen. 4 meter. Nou, dat is wel genoeg, denk ik. Zo. En dan moet er nog even een deur in. Bezoekersdeur. Houten baansluis. Laten we er maar geen bezoekersdeur in plaatsen. Dat lijkt me niet heel slim. Tenzij ze graag als voer willen behandeld worden. Want ze moeten natuurlijk ook zien dat de leeuw in zit. Dus er moet nog even wat glas in. Niet te veel, want de leeuw wil ook af en toe een beetje privacy natuurlijk. Nou, hier mogen ze nog even checken. En vooruit, hier mogen ze ook nog wel even checken. Dan moeten we nog een verzorgingsgebouw. In Afrikaanse stijl, of course. Heb ik hier ook een mooie jeep bij? Wat zit hierbij? Oh, een tuintje. Leek meer op een begraafplaats, maar dat zal het niet zijn. Check, hoeveel hebben we hier? Vierkante meters. Oké dan. Dus dat is al dubbel zoveel, minimaal. Waar zijn de leeuwtjes? Lion. Adopteer. Vruchtbaarheid. Hij is ouder, maar hij is wel een stuk vruchtbaarder. Daar gaan we voor, want we willen natuurlijk allemaal babyleeuwtjes. Het is nog een beetje een kale vlakte hier. Dus laten we er maar eens even wat in gaan planten. Een beetje hoogteverschillen inmaken. Zo, Simba's rots. Kan het ook even wat sneller? Intensiteit. Grote. Oh, ik voel me net een mol. Dit gaan de leeuwtjes leuk vinden. Oh, spannend. Waar kom ik uit? La 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 la. Oh, hoe kom ik hier nog wel uit? Ja, ik zie daar licht in de duisternis. Is dit de uitgang? Of zit ik nog steeds onder de grond? Ik moet eigenlijk weer omhoog. Oh, ik ben al helemaal uit. Ik ben al helemaal uit de berg. Kijk! Nou, hopelijk is het niet alleen leuk om te zien, maar gaan ze er ook echt wat mee doen. Oh, wauw. Kijk eens. Vet rots. Die plaatsen we hier. Het ziet er een beetje zweverend uit. Dat willen we natuurlijk niet. Hij moet wel wat mooi lijnen met de rest. Hallo, Vera. Ja. Even kijken. Nu wil ik wel graag wat water. Zand, sneeuw, steen. Water. Wauw! Nou, als dit geen Afrika scheelt, dan weet ik het ook niet meer. Verblijf, natuurlijk, voer. Zo, een pakje kraanwater. Voor de kieskeurige kat. Voerbak. Een boom.
Ik weet niet wat het verschil is, maar dit ziet er natuurlijker uit. Dus dat vind ik leuker. Nou, daar kunnen ze dus lekker dineren. Nog een beetje vermaakspul. Nou, als ik naar katten kijk, dan vinden dozen helemaal geweldig. Dus dat vinden deze grote katten vast ook leuk. Nou, dan is hier het grote moment aangebroken. Wij gaan op play drukken. Dan gaan we kijken wat de leeuwen van ons mooie, prachtige kunstwerk gaan vinden. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ze rennen al. Nou, kijk, er begint Alenda. Faciliteit heeft geen stroom. Oh, shit. Stroom. Oh ja, dat moet natuurlijk wel even. Ja, dat is wel het nadeel aan zo'n groot park. Ze moeten wel even sjouwen. Woep. Go, go, go. En taraa. Yeah! Magic. Huh? Ik zie maar... Oh, wacht. Ik denk al, ik zie er maar één. Ik zie trouwens die andere niet. Kijk nou, wat is ze blij. Ze is alleen niet helemaal blij met verrijking. Deels behoefte. Oh, kijk nou! Ze rent gelijk naar de grot. Oh, wat schattig. Oh shit. Oh, ik ben er kwijt. Oh, dat vind ik echt leuk dat ze het ook gewoon gebruiken. Hi. Oh, kan je niet verder? Heb ik het te laag gemaakt? Oh, kijk dan hoe zielig kijken. Het vrouwtje is weer een beetje lomp geweest met graven. Zo. Kijk eens. Nu kan je er wel langs, toch? Hallo. Het is jammer dat ik je gedachten niet kan zien. Je kan er nu toch uit? Oh, nou, sorry. We zitten hoog. Oh, je kan er helemaal niet uit. Ik ben natuurlijk wel even wat anders. Zo, een soort van trapje. Misschien dat ze nu doorloopt. Waar is ze nou? Oh, waar is ze nou? Heb ik erin gegraven? Oh nee, gelukkig. Ik zie die andere ook. Zit er een toiletgebouw in? Oh, ik dacht dat ik een mooie ros ding had gemaakt. Een mooie soort van hunebed. Maar schijnbaar is dit gewoon een luxe wc-hokje. Oh, handig. Kunnen de leeuwtjes netjes naar de wc. Wel doortrekken natuurlijk. Anders wordt het een rotzooitje. Wat ben je aan het doen, meneertje? Oh, mevrouwtje. Kijk, ze is met die box aan het spelen. Het zijn ook gewoon net katten, hè? Ik heb even wat planten moeten weggooien, want sommige waren schijnbaar giftig. Die wouden ze absoluut niet in hun mooie verblijf. Oh, en de rots is ook weg. Is dit zonder wc? Oh wauw, ik heb nog een veel mooier gevonden. Met waterval. Oh cool, die ga ik hier plaatsen. Valt het zo mooi het water in. Awesome! Kijk, wat vinden ze leuk. Een voetbalsproeier. Een zak met geur. Voetbal. Een zak met geur. Zijn ze nu blij? Nog niet.
Te weinig verrijking. Een grote sneeuwbal, natuurlijk. Krabbal. Krabbal. Ja, het gaat nog niet omhoog. Sneeuwbal. Zo, kijk eens, dames en heren. Mooie sneeuwbal. Gelukkig krabbal. Nou, het hok is klaar en het is avond. De leeuwen gaan lekker slapen. En ik ga deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. En als je hier meer van wil zien, laat het dan even weten. Of heb je nog suggesties? Dat vind ik ook leuk om te lezen. En laat natuurlijk even een likeje achter als je het leuk vindt. Bye bye!